Welkom bij de derde vlog van de nieuwbouw van het Herman Wesseling College in Amstelveen. Deze vlog gaan we het hebben over samenwerking. Ik ben Raymond Neus, ik ben teamleider bedrijfsvoering OOP van het Herman Wesseling College. Ik zal op enig moment het pand gaan overnemen van projectleider Ton Korde en dan ben ik gebouweigenaar. Raymond, hoe heb jij de samenwerking met SMT ervaren? De samenwerking met SMT heb ik als zeer plezierig ervaren. We zijn een aantal jaar geleden gestart met de eerste teambuilding. We hebben elkaar voorgesteld en met een heel mooi kleurenpalet hebben we elkaar leren kennen. Ja, de afgelopen twee jaar moet ik zeggen dat we eigenlijk nog dichter naar elkaar zijn toegegroeid op het gebied van samenwerken. Daarbij moet je denken dat normaal met een projectteam opstarten ga je uitleggen wie je bent, wat je rol en je functie is en dan dat is het. Maar met die teambuilding sessie twee jaar geleden hebben we echt ervaren van wat de pluspunten, de kracht, de minpunten van iemand is, waardoor je elkaar versterkt in de samenwerking. Afgelopen jaar hebben we een tweede teambuilding gehad met elkaar. Mm-hmm. En eigenlijk wat ik voor mezelf heb geconstateerd is dat we de kracht van die eerste sessie is tot uitdrukking gekomen in die tweede sessie. Daarmee zie je ook dat SMT, maar ook alle andere partners, dat je elkaar eigenlijk veel beter bent leren gaan kennen. En dat het niet zozeer zat op de rolfunctie die je had, maar eigenlijk op de samenwerking. Maar waar zie je dat nou eigenlijk bij de nieuwbouw het meest in terug? Dus welk resultaat heeft het geboekt? Wat wij eigenlijk in het contractteam bewerkstelligen is dat we eigenlijk als een soort curling voor de jongens op de bouwplaats het werk zo makkelijk mogelijk maken. Heel intense discussies gehad over moet een wandcontactdoosje daar of moet een plintje daar. Dat zijn echt detailzaken. Maar dat heeft wel geresulteerd dat de jongens van SMT, de onderaannemers, het is vanuit Hollander Techniek, eigenlijk vlekkeloos hebben kunnen werken. En dat is de grootste meerwaarde van het hele project. Je kunt het nog niet zien, maar dit is een klein stukje van de personeelskamer. En er zijn toch onderdelen dat je zegt van dat heeft geresulteerd in die samenwerking met elkaar. We hebben in het begin van het project een aantal doelstellingen van jullie meegekregen. Dat hebben we in die teamsessies blootgelegd. Wat belangrijk voor jullie was om in de nieuwbouw terug te krijgen. We bouwen ook daadwerkelijk tegen de oudbouw aan. Kun jij toelichten of dat ons gelukt is? De doelstellingen die zijn meegegeven aan jullie, die zijn echt terug te zien in het pand. We komen uit een pand die bijna 40 jaar oud is. In het huidige pand zijn die elementen gewoon teruggekomen. Een van de mooiste voorbeelden vind ik eigenlijk het teruggeven van de onderwijsruimte in de leslokalen. We gaan van 53 vierkante meter naar 63 vierkante meter. Dat is een groot goed natuurlijk. Aan de andere kant, als je ook de materialen ziet die gebruikt zijn, de bakstenen aan de buitenzijde, die zijn circulair gebouwd. Dus wat ik eigenlijk hoop, als ik ooit met pensioen ga en het pand wordt gesloopt, dat het pand de materialen gebruikt worden voor een ander nieuw pand, wellicht door te bouwen door SMT. Ik sta hier met Johan Gulink. Johan, wil je je eigen voorstellen? Ik ben Johan Gulink. Ik ben projectmanager namens Van Hollander Techniek. Als ik kijk wat Hollander Techniek hier in dit gebouw uitvoert, dan is het hoofdzakelijk eigenlijk alle ventilatievoorzieningen, verwarming, eigenlijk alle mechanische installaties, luchtverversing, alle elektrotechnische installaties, meta-regeltechnische installaties, inbraakbeveiliging, brandmeldinstallaties, eigenlijk alles wat behalve de bouwkunde in dit gebouw wordt door Hollander Techniek uitgevoerd. Johan, het is denk ik ook even goed om toe te lichten dat het niet alleen het uitvoeren is, maar dat jullie ook het ontwerptraject hier vanuit een programma van eisen op hebben gepakt. Kun jij eens toelichten hoe dat proces is gelopen? Ja, er lag een vraagspecificatie waarin de feiten de eisen vastliggen die gesteld worden aan het gebouw, aan al onze installaties en dergelijke. Nou, we hebben in feite op grond van die eisen hebben we allerlei berekeningen gemaakt, ventilatieberekeningen, geluidsberekeningen. We hebben helemaal integraal ontwerp gemaakt samen met SMT en Ros als architect voor dit gebouw. Ja, zo'n integraal ontwerp dat impliceert natuurlijk dat je heel goed moet samenwerken. Hoe heb je dat hier ervaren op dit project? Ik heb de samenwerking op dit project eigenlijk als heel positief ervaren. Ik ben zelf betrokken vanaf het gedeelte waar het laatste gedeelte van het ontwerp hebben gemaakt tot en met de uitvoering. En heb eigenlijk steeds gemerkt dat we in allerlei zaken goed overleg met elkaar konden treden. Dingen die zich aandienen waar we beslissingen over moesten nemen. We wisten elkaar altijd heel snel te vinden. En ook de manier waarop we in contractteam overleg met elkaar in overleg waren, is eigenlijk altijd in een oplossingsgerichte modus geweest. En niet in de modus van hakken in het zand, zorgen dat je je eigen belangen zo goed mogelijk verdedigt. En dat heeft ook geresulteerd in een bouwtijd
voor een school als deze, die echt best wel heel kort te noemen valt. Als je met name vanuit installaties bekijkt, ja, dat in 8 maanden zo'n beetje zo'n heel gebouw, alle installaties erin hebben gezet. Ja, betekent ook dat het ontwerp heel goed was aan het begin. En dat je vanuit dat ontwerp relatief weinig aanpassing hebt hoeven doen, zodat je eigenlijk ook gewoon meteen door kon bouwen. Wij hebben als SMT, om die samenwerking ook te stimuleren, ook een aantal teamsessies gehouden. Hoe heb jij die ervaren, Johan? Wat ik heel positief vind aan die teamsessies is dat je even... Normaal spreek je elkaar altijd in het kader van technische zaken of contractuele zaken die moeten gebeuren. Nu spreek je elkaar ook eens een keer van op de manier van wie is de persoon, wie is de mens achter degene die tegenover me zit. En wat ik heel positief vond aan met name die teamsessies, is dat je ook naar elkaar toe feedback kon geven. Min of meer anoniem, maar wel gewoon gericht aan bepaalde personen. Wat vind je positief aan mensen? Wat vind je waar hun kracht ligt? En dan krijg je dus ook dingen terug naar jezelf toe. Waar je zegt, hey, kijken andere mensen op die manier tegen mij aan, wat je jezelf niet bewust bent als die vraag niet heel erg concreet naar je toegesteld wordt. Dus ik vond dat heel erg leuk en heel leerzaam om daar mee bezig te zijn. Hi, ik ben René Aardegeest, firma Hollander Techniek. Het is de regelkast, een van de regelkasten hier bij HWC, die zorgt dat de communicatie tussen alle elementen goed verloopt. René, we zitten nu eigenlijk in de afrondende fase van dit project. Hoe heb jij tot nu toe de samenwerking met ons ervaren? Tot nu toe ziet het er allemaal rooskleurig uit. Samenwerking met de SMT was zeer fijn. Mede door daily stands en korte lijntjes met de onderaannemers konden we snel schakelen. Dat vind ik fijn. Dat werkt goed, soepel. Dus positief gevoel erover. Ja. Wat springt er nou eigenlijk uit? Wat heeft dat nou voor jullie het meeste gebracht? Nou, we hadden natuurlijk een vrij kortere bouwperiode. Dus ik denk wel dat juist door de samenwerking, dat we dat toch nog wel de kwaliteit hebben kunnen waarborgen waarvoor we staan met z'n allen. En dat in een korte tijd. Nou, dus denk ik zeer positief. Ja. Bedankt voor het kijken. De volgende vlog, de oplevering. We hebben er zin in.